Welkom in deze eerste echte les. In deze les gaan we nog wat basisprincipes van een tekstdocument overlopen. Daarvoor heb ik uiteraard een tekstdocumentje klaargemaakt. Even openen. Ik heb een tekstdocument dat heet Genk. Dat is een stukje tekst dat ik gekopieerd heb van Wikipedia. Een bestand openen, dat verliep heel eenvoudig. Nu ga ik jullie ook laten zien hoe dat je heel eenvoudig een letter, of beter gezegd nog een woord, een zin of een alinea selecteert in Writer. Een letter selecteren doe je uiteraard met de muis. Je gaat ervoor staan, drukt op de linkermuistoets, houdt deze ingedrukt en dan ga je stilletjes aan naar rechts. Omgekeerde richting lukt natuurlijk ook. Achter de letter gaan staan, de muis, linkermuisknop inhouden en naar links verplaatsen. Dan ga je natuurlijk een lettertje selecteren. Wat dat ik veel mensen zie doen, wanneer dat ik vraag selecteer een woord, dan zie ik hen een beetje heel precies te werk gaan om dat het woord toch maar juist te selecteren. Moeilijker wordt dat wanneer dat er komma's bij zijn, Writer neemt al snel die komma mee in de selectie, wat soms vervelend kan zijn. Een woord selecteren in Writer is heel eenvoudig. Je kan gewoon dubbelklikken op het woord en hij zal enkel het woord zonder de spaties mee selecteren. Als ik dat nu doe op Zutendaal, ik dubbelklik, dan ziet u dat Zutendaal enkel geselecteerd is. Geschiedenis heel eenvoudig en Genk ontstond ook heel eenvoudig via een dubbelklik. Nog een mooie optie van Writer is dat je kan driemaal klikken, waarbij dat hij de volledige zin zal selecteren. Als ik hier driemaal klik, dan ziet u dat hij begint bij Genk en mooi stopt achter de punt. Doe ik dat midden in de alinea, 1, 2, 3, dan ga je mooi zien dat hij dat stukje van de zin selecteert. Of de hele zin, beter gezegd. Wens ik een hele alinea te selecteren, dan druk ik viermaal snel achter elkaar, 1, 2, 3, 4, en u ziet dat dit stuk één alinea is. Moet ik daar nu twee alinea's even van maken? Ik ga voor de rust staan, ik druk op enter. Dan krijgen we twee alinea's. Ik ga dat even testen. 1, 2, 3, 4. En we zien duidelijk dat hij dit ene stuk selecteert als een echte alinea. Dan ga ik ook heel snel even de basisopmaak overlopen. Stel dat ik deze zin een beetje een basisopmaak wil geven. Ik druk driemaal op de eerste zin. En ik zie van boven de knopjes A in het vet, A cursief en A onderlijnd staan. Dus ik kan dat gewoon aandrukken. Dan krijg ik een vet teksteffect, cursief of een onderstreept teksteffect. U ziet duidelijk ook dat er een sneltoets vermeld is. Ctrl-U van underline, Ctrl-I van italic en Ctrl-B van bold. Als ik die toetsencombinatie gebruik, dan gaat u zien dat de tekst rechtstreeks verandert. Ctrl-B, Ctrl-U en Ctrl-I. Dan krijgen we terug de standaard opmaak. Ik ken deze toetsencombinaties van buiten, dus ik vind Ctrl-B en Ctrl-U veel sneller dan wanneer ik met de muis moet gaan werken. Stel dat u hier een fout in gemaakt heeft, dan kan u heel snel via deze optie, bovenaan bij opmaakprofielen toepassen, kan u heel snel de opmaak wissen en u ziet dat u dan terug de standaard opmaak krijgt. Diezelfde functie zit ook in het snelmenu, dus als ik opnieuw Ctrl-B, I, U doe om te onderlijnen, cursief te zetten en vet te zetten, dan kan ik ook rechtermuisknop doen op dit stuk en de directe opmaak wissen. Dit is de meest simpele opmaak die we een zin of een alinea kunnen geven. Uiteraard is er de mogelijkheid om een diepere opmaak toe te passen. Dat vindt u in het snelmenu of via de tabbladen bovenaan, de werkbalken bovenaan, excuseer, opmaak. Ik ga eerst een zin selecteren, of ik zal nu in het voorbeeld even de titel Genk nemen. Ik kan die heel eenvoudig gaan centreren door een van deze drie knopjes te gebruiken. Links uitlijnen, centreren of rechts uitlijnen. Uitvullen zullen we later nog bespreken. Maar ik heb nu gewoon het centreren genomen. Ik wil er nog wat extra opmaak aan geven. Dat kan ik dus via het snelmenu, dat is de rechtermuisknop. En dan kan ik hier aan de rechterkant het lettertype kiezen. Dit gaat zeer snel. Je kan ook zien dat ik de grootte kan veranderen, de stijl en de uitlijning eventueel. Maar wat dat u niet ziet, is wat het effect zou zijn van het lettertype. Dus stel dat ik hier lettertype Berlin Sans FB eventjes selecteer, dan zie je nog niets veranderen op het scherm. Ik moet het drukken eer dat mijn lettertype toegepast wordt. Mooier is het als je de lettertypes rechtstreeks gaat selecteren. Ik doe even ongedaan maken. Ik druk rechtermuisknop opnieuw en ik ga eens kijken wat bij teken allemaal van opties te kiezen zijn. Datzelfde kan ik bereiken door hier te kiezen op opmaak teken. Dat geeft mij net hetzelfde menu. Opmaak teken geeft mij eigenlijk alle mogelijke opmaak die ik op een teken of een alinea kan toepassen. En hier zie je het, wat dat ik bedoelde.
Je ziet van onder een voorbeeldscherm, wat dat het heel mooi maakt om een mooi lettertype uit te kiezen. Ik ga eens even een lettertype zoeken dat zo wat extra effect geeft. Jokerman. Ja, dat is een vreemd effect, maar ik ga het wat groter maken dat u toch duidelijk ziet dat er een andere opmaak toegepast wordt. Ook hier kan ik kiezen voor vet, vet en cursief eventueel. Ik laat het nu enkel op vet staan. Op het tweede tabblad teksteffecten kan ik niet alleen de kleur bepalen. Uiteraard hoort blauw bij het gengse. Maar ik kan er ook effecten aan toekennen, bijvoorbeeld kleine hoofdletters van maken. En een effect dat ik heel vaak gebruik is het schaduweffect. Geeft een mooi effect. In dit geval is het wat te donker. Eens even kijken wat omtrek doet. Omtrek samen met schaduw. Dit geeft wel een zeer duidelijk effect. Ik ga ook nog een lijn toevoegen, een streepjeslijn. En die ga ik niet van boven doen, maar die ga ik onder het woord doen, een streeplijn. De positie is allemaal juist. Hyperlinks hebben we niet nodig en een achtergrond ga ik nu ook niet toepassen, want dat zou niet mooi met het blauwe effect uitkomen. Ik druk op OK en u kan zien dat het lettertype effect toegepast is. Eén ding wil ik nog laten zien, is dat het heel eenvoudig is om stukjes tekst te verplaatsen binnen Writer. Stel dat ik deze alinea wil verplaatsen. U weet dat ik ondertussen 4 maal klik in een alinea. 1, 2, 3, 4. Ik kan die alinea vastpakken door de linkermuisknop ingedrukt te houden en gewoon te slepen naar zijn nieuwe locatie. Stel dat ik die hier wil, u ziet het misschien duidelijk aan het stiplijntje. Wanneer ik de linkermuisknop loslaat, zal die tekst daartussen geplaatst worden. Ik kan uiteraard een extra enter voorzien om duidelijk te maken dat ik de alinea's van plaats veranderd heb. Dit is de eenvoudige tekstopmaak.